Oké, video tegen zweetlucht. Want ik vind dat het gewoon nodig is. Het is namelijk niet nodig om aan zweet te stinken in deze tijd. Doe je nou net als ik af en toe aan een crash-dieet, dan kan je er gewoon niet onderuit komen. Want dan heb je gewoon een soort van detox zweetstoffen. Dus als je echt zwaar aan het lijnen bent, dan is de kans heel groot dat je gewoon uit je oksel gaat stinken. En uit je mond en zo. Deze video staat even los van het lijnen. Want iedereen die te weinig eet die lijnt en hun lichaam gaat hard werken om te zweten, die gaat gewoon stinken. Drink veel water, hou je lichaam een beetje zuiver. Voeding kan ervoor zorgen dat je zweet gaat stinken. Eigenlijk alles kan er wel voor zorgen. Synthetische dingetjes zorgen ook voor stank. Zoals ik altijd al zeg, trek elke dag een schoon t-shirtje aan. Zeker wanneer die bij de oksels terechtkomt. Pietje gaat even tekeer hier. Dus zeker wanneer die bij de oksel terechtkomt. Kijk, soms dragen mensen gewoon hemdjes of een BH en dat draagt de oksel niet aan. Weet je, 2 dagen of hoe vaak jij wilt. Als je stinkt, niemand heeft last van, moet je zelf weten wat je doet. Dat vind ik echt. Maar stinken naar zweet is even een ander dingetje. Dus nu kom ik met het volgende. Dit is zeg maar mijn manier om gewoon niet naar zweet te stinken. We stinken allemaal, het hoort erbij. Het is ons lichaamsgeur, het is onze aantrekkingskracht. Want officieel gezien horen wij gewoon naar ons eigen zweet te ruiken. Zodat we daar een partner mee kunnen vinden, zeg maar. Die denken dan, zo ja, ruikt lekker. Kijk, nu dragen we allemaal dure luchtjes, dan ruiken we ook lekker. Maar het gaat eigenlijk een beetje om je natuurlijke geur. Maar in deze tijd willen we dat niet, dus vandaar. Holland en Barrett, volgens mij was het eerste tuin. Nee, niet Holland en Barrett. Dille en Camille. Dat is deze. Ik heb hem nu al een tijdje, een paar maanden. Wat je dan doet, dat is deze maak je vochtig en die gebruik je onder een schone oksel. Daar kom ik dadelijk op terug. Er zit echt een flinke zoutsteen in. Deze steen is gemaakt van mineralen. Hij zit wel helemaal vast. Kijk wat eruit komt, hè. En ik gebruik hem nu al een paar maanden. Hij is een tientje, maar het is helemaal je geld waard. Het zorgt ervoor dat de bacteriën in je zweet doodgaan. En dus de ergste stank is gewoon veel minder. En ik haat stinken en ik heb een aversie tegen stinken. Zeker als het luie stank is. Dus gewoon je kleding niet wassen. En ja, ik vind daar rookstinken ook echt shit. Maar ja, dat gebeurt me gewoon, want ik ben een stoner. Even om het zo te zeggen, even kromkrachtig. Dus deze werkt. De mineralen sticks. Ik heb er nog een voorbeeld van. Deze zelf, ze hebben de verpakking veranderd. En sindsdien, in mijn hoofd, werkt hij niet meer. Dat is deze. Wat trouwens ook fijn is, er zit hier gewoon geen troep in. Geen aluminium. Allemaal dingen die je poriën verstoppen in je oksels. Waar vrouwen dus borstkanker van kunnen krijgen. Dat zit hier niet in. Het is echt gewoon alsof je, ik zou het maar zo zeggen. Een beetje alsof je zout op een wond gooit. Dat ontsmet gewoon. Dat is gewoon schoon. Dus je moet het zeg maar zien als ontsmetting op je oksel, soort van. Moet wel zeggen, als ik me scheer en ik gebruik deze, soms krijg ik een beetje geïrriteerde oksels. Deze gebruik ik dus nu 2 dagen. Ik heb alleen maar zoutsprays tegenwoordig, want ik ben liever gewoon lekker gezond. Deze gebruik ik pas 2 dagen. En die, zoals je ziet, er is wel wat uit. Er staat tegenwoordig ook overal vegan op. Jongens, sommige dingen zijn gewoon niet gemaakt van dieren. Een zoutsteen komt gewoon niet uit een dier. Het komt gewoon uit natuur, dus... With Skin Soothing Aloe Vera. Dus misschien is dit wel beter als je gevoelige oksels hebt, ik weet het niet. Salt of the Earth Spray. Misschien is dit van kruidvat of zo, want daar kom ik echt vaak. Ik denk van de kruidvat, maar... No stinky. En dit is ook echt waar. Het is unisex, je kan het gewoon neerzetten op de badkamer voor man en voor vrouw. Het maakt echt niet uit. Wat ik dan nog meer doe, ik merk als ik een deodorant te lang gebruik, ga ik ook raar ruiken. Ga ik gewoon ineens een beetje stinken of zo. Omdat mijn lichaam die deodorant gebruikt als afweersysteem. Ik weet niet wat hij doet, maar het is raar. Dus ik heb heel lang Dove gebruikt. Ging echt super fijn, lekker. En ik rook lekker fris. En dan ineens gaan je oksels iets doen tegen die Dove. Omdat ze eraan gewend raken. Misschien voelt het als een indringer. Moeten ze ervan af. Ik weet niet wat er gebeurt. Dus ik gebruik gewoon zoutsteen of zoutspray. En als het droog is, spray ik wat anders eroverheen. Maar wat ik nu heb gemerkt de laatste tijd. Als ik dan iets anders eroverheen spray. Soms vindt mijn huid het niet fijn. En dan ga ik ineens stinken. Alleen maar omdat ik de verkeerde dingen opspray. Dus hou er echt rekening mee wat je gebruikt. Ik persoonlijk kan je tegen Rexona. Rexona doet helemaal niks bij mij. Dan stink ik gewoon. Dat is echt waar. Terwijl alle andere deo's en zoutmineraalstenen. Dan ga ik gewoon niet stinken. Wat ik ook een hele logische vind. Maar sommige mensen denken daar natuurlijk niet aan. Jouw oksels zitten vol met poriën. Het kan echt zo zijn dat jij gewoon je oksels goed wast. Stel je voor dat je gewoon zeep. Afspoelen, klaar. Nee, dat is een foute handeling. Je pakt een washandje. Dus ik doe altijd lekker veel zeep. Gewoon boeieloos, zodat ik het echt inmasseer. Dan met het washandje scrub ik het als het ware. En ik zeg het je eerlijk, 1 keer in de zoveel tijd, het scheren.
belangrijk. Tussendoor ook gewoon scheren. De geur blijft vastzitten aan de okselhaartjes, aan je scheerhaartjes, aan je stoppels, aan je lange haar. Want dat komt dus, bij mensen horen onze eigen lucht bij ons te dragen. En door die haren blijft die lucht beter zitten, zodat je makkelijker een partner kan zoeken. Nou, in deze tijd is dat dus niet meer zo. Dus scheer jezelf, want dan blijft de geur daar ook niet aan vastzitten. Ik gebruik mijn scheren ook één keer per dag, gewoon als een soort van scrub. Wat je nog beter kan doen, is dat je gewoon denkt van, joh, die zitten daar poriën. Ja, het zit de hele dag te kleffen. Net als ballen en schaamlippen, de buitenste. Of je hol, je hoort af en toe het een en ander gewoon te scrubben. Je scrubt die poriën schoon en naar mijn idee, soms als ik het helemaal lekker heb gescrubt en ik heb het verzorgd, doe af en toe ook een cremmetje op je oksel als je gewoon een dag thuis blijft. Dan krijg je ook echt lekker verzorgde oksels, schone poriën in je oksels en je stinkt gewoon niet. Mensen, nu ik zin heb in video's, ga ik ze maar gewoon maken, want je weet het maar nooit. Volgende week ben ik weer labiel en raar aan het doen. Het ging vandaag net aan goed. Dus weet je, hier nog video. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat we met z'n allen wat minder stinken. Zweetplekken, daar ontkom je niet aan. Ja, oké. Als mensen ook maar een zweetplek hebben of het zien, weet je, het is gewoon een lichamelijke reactie. Dat is gewoon heel normaal. Pubers zullen elkaar altijd een beetje treiteren met een zweetplek, maar dat is normaal. Waar de mens meer last van heeft, is stinkluchten. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later!